Het is natuurlijk weer even een nieuw filmpje vanaf het Fries Force Fest. En je kan hier dus ook, als je wil en je vindt het een hele fijne dag, kun je even laten tatoeëren dat je het een hele fijne dag vindt. Precies. En met wie praat ik? Met Jannes Ink. Jannes Ink. Oh Jannes, ik begin helemaal te trillen van jou. Ja, dat hoeft niet, juist zo spannend is dat. Maar vertel eens even, wat is je meest favoriete tattoo om te zetten? Ja, en waar? En waar? Als iedereen maar blij is. Als iedereen maar blij is, ja. Maar dan moet natuurlijk wel even wat interessants voor het filmpje. Jawel, maar ja, goed, weet je, dat is toch een persoonlijke keuze, tattoo, hè? Als ik nou zeg, ik wil een tatoeage op mijn rechterbil. Ik vind het prima. Wat zou je me dan aanraden? Een konijn. Een konijn, ja. Kan ik zeggen, hij is in zijn holletje gekropen als het mislukt is. Of de L, en dan heb je maar je moet even reclame voor jezelf maken. Ik zou zeggen, ga het filmen. Ga het filmen. Ja. Oh ja, dan moet ik zo, maar ja, dan weet ik natuurlijk niet wat erop staat, hè. Kijk, dit is de trailer trash. Mevrouw, wie ben u? Mag ik u vloggen? En wie ben u? Ik ben Gea, de zus van Jannes. De zus van Jannes, en dat is Jannes? Dat is Jannes. Jannes, en u bent? Klaas Bouken. Klaas hoe? Klaas Bouken. En Klaas, daar is een tattoo zitten litten. Ik ben je vaste klant. Oh jeetje, nou, waarom moeten wij nou naar Jannes? Ja. Vertel. Omdat het prachtig mooi wordt. Hij is gewoon een kunstenaar, in de tattoos. Ja. En hij zit op festivals. Ja. Nou, is het zo goed, Jannes? Ik vind het prima. We zijn zeven. Ik kom maar bij mij, ik prik die er een mooi plaatje bij. Allemaal, kom je naar het Free Force Festival, hartstikke mooi. Wil je tattoo, kom je ook even langs. Ja, en dat allemaal met de achtergrondmuziek van... Ik zal mijn god niet weten. Jack Bottleneck. Hartstikke mooi. Nou, dat weet ik dan wel, hè. Nou, dit was hem even voor de tattoo man, hè. Voor Jannes, toch? Ja. Oké.